schuitig, hij is fris en hij is fruitig. Kijk naar mij, dan weet u, hij is leuk met dieren. Hij is hip en hij is vlot, hij heeft echt een gouden strot. Hij is slank met op de juiste plekken spieren. Hij is lollig, hij is lief, soms misschien wel wat naïef. Maar hij past, kan ik u zeggen, bij de beste royalties. Een prinses vee waar ik u mee verras. De markies van Carapas. En dat was stap 1. Hierna ging ik om de dag op bezoek bij de koning en prinses Tessa. Majesteit! Ja? Een fazant. Ach, wat heerlijk. Zeg, breng hem naar de kok. Hij is leuk, hij is grappig, enthousiast, maar niet te happig. Hij houdt afstand, wil een vrouw niet irriteren. De markies, hij luistert echt, hij is nuchter en oprecht. Onder ons, hij kan geweldig goed masseren. Altijd vrolijk en charmant, nooit een snob of arrogant. Als u mij zou vragen, gaf ik graag meteen mijn trouwadvies. Kies hem, je kiest de beste van de klas. De markies van Carapas. Kijk eens. Oh, bloemen. Oh, ik ben gek op bloemen. Deze zijn voor u. Ook voor mij. Van de markies. Wat mooi. Maar waarom geeft de markies ze zelf eigenlijk niet? Onder ons gezegd gezwegen, de markies is wat verlegen. Daarom laat hij u steeds via mij begroeten. Hoi. Maar vertrouw me, het komt goed. De markies verzamelt moed en hij hoopt u in de toekomst te ontmoeten. Hij vertelt me continu hoe hij enkel droomt van u. Hem voorbijgaan is voor u en hem een absoluut verlies. Als u hem ziet, zal het u helder zijn als glas. De markies van Kaan.